Ik laat even mensen binnenkomen, want er zijn best wat mensen die hebben gezegd: oeh, ik wil meekijken, ik wil meedoen, ik pak mijn spullen erbij en ik ga ook aan de slag. Ik ga dadelijk op het gemakje. Oh, hi Nicole, hi Christine. Ik ga dadelijk op het gemakje laten zien wat je er allemaal bij kan pakken. Het is heel veel, dus bedenk ook of dat je je eigen kleurtjes pakt en zo. Komt allemaal goed. Hoi Lucrees, leuk dat je erbij bent. Heerlijk. Nou, ik laat mensen even een beetje binnenkomen. Nou, als allereerste, welkom bij een allereerste Catalogus Remake Workshop. Ik ga proberen binnen 1,5 uur te houden. En we gaan vandaag nou ja, Catalogus Remake, zegt het al, hè? Die catalogus die we hebben staat bordevol met leuke ideeën. Hoi Rina, leuk dat je erbij bent. Ik geloof er heilig in dat je hem moet gebruiken. Waarom doen we dat zo weinig? Dus we gaan vandaag letterlijk de voorbeelden uit de catalogus namaken. Hé hey Noes! Dus dat betekent dat we op bladzijde 46 en 47, die heb ik vandaag uitgekozen, de Happy Forest Friends. Er zit super cute papier bij, laat ik dadelijk ook zien. En er zijn meerdere projecten die natuurlijk aan deze kant op de catalogus zichtbaar zijn. En die heb ik allemaal nagemaakt. Op het doosje na, daar heb ik voor gekozen om het label te maken. Vooral omdat het dan voor het pakket ook lekker praktisch was. Dus heb je een papierpakket of heb je een productpakket? Helemaal oké. En daar kun je alles mee maken wat je hier ziet. En vaak zelfs dubbel. Want ik ga dadelijk dus de restanten pakken van alles waar ik al met het pakket mee gewerkt heb. Nou zal er waarschijnlijk nog wel wat extra papier bij komen. Dus dat. Maar die gaan we dus maken. Ik ga deze even aan de kant leggen. Die hebben we niet meer nodig. Want we gaan natuurlijk met de echte projecten bezig. Ik heb hier letterlijk mijn hele tafel vol liggen. Hey, Mischenka, wat leuk dat je er live bij bent. Ja, normaal ben je natuurlijk overdag aan het werk als ik mijn papierplezier heb. Het is leuk dat je erbij bent. Ik heb hier de projecten liggen zoals je ziet. Dit is het label. Ik heb heel stiekem overal al spiekbriefjes op en in zitten, zodat ik weer weet welke formaat ik heb gebruikt en welke kleuren. Zoals je ziet, heb ik overal veel producten gebruikt. Laat je hier niet door overweldigen. Je kunt er ook voor kiezen om nog steeds een papierpakket aan te schaffen, zodat je alles ook mee kunt maken. We hebben het Happier Than Happy For You kaart. Dit is met Shimmery White ook. De Thanks kaart, waar ook nog een stukje embossingpoeder bij komt. En mooie gesneden mallen bij zitten. Welcome. Dit is de meest simpele. Dat is hartstikke leuk. Als je nu al denkt, ik heb een voorkeur voor eentje, moet je het nu in de chat gaan gillen. Want ik kan ze waarschijnlijk niet allemaal maken binnen 1,5 uur. Dat ga ik denk ik niet redden. Maar dat betekent dan dat op het moment als je er eentje roept, dat ik die dus als allereerste ga doen. En dan ga ik er eentje, degene die niet overblijven, ga ik later ook nog een keertje voor je opnemen. En de Hello Baby, super lief. Hier heb ik een stans bij gebruikt die op dit moment niet meer actueel is. Maar je kunt er ook een ronde pons voor gebruiken of iets dergelijks. Altijd mogelijk. Hier heb ik ook een beetje vals gespeeld, want hier heb ik ook een pons bij gepakt die niet meer actueel is. Maar ja, aan de andere kant, als je zoiets gewoon nog in je kast hebt liggen, waarom zou je het niet doen, hè? Nou. Heb je tussendoor vragen? Geef een geel. Ah, Nuska roept label. Die dacht ik, dit wil ik als eerste doen. Dat snap ik helemaal. Dan gaan we die dadelijk lekker doen. Die zit wel iets echt heel bijzonders bij. Het lint wat hierin zit. Ik ga even kijken of dat ik hem goed. Dat heb ik uitgerafeld en dat is er dus ondergeplakt. Ik heb echt heel goed moeten kijken in het voorbeeld hoe dat ze dit gedaan hadden. Het grappige was dat ik dus hiermee bezig was. En dan, dus met dit lint, dat trek je dus daadwerkelijk uit elkaar en stuk. Ja, foei, ik heb vals gespeeld. Ik dacht eerst dan, hebben ze dit toch gedaan? Hebben ze het dan ingeknipt? Maar doordat jij die draadjes er dus allemaal uittrekt, krijg je dus dat rafelrandje. Superleuk. Nou, Anoushka is zo slim geweest om te roepen, dus het label gaan we als eerste doen. Als je daarna denkt, ja, maar ik wil iets anders per se zien, geef ook een geel, want dan gaan we die daarna gewoon maken. We gaan zo lekker aan de slag. Zoals ik al zei, ik probeer het binnen 1,5 uur te houden. Dan is het voor iedereen ook behapbaar en te doen. En ik hoop echt dat mijn wifi deze keer goed blijven doen, zodat ik hem ook kan downloaden en op YouTube kan zetten. Dus dat zou heel erg fijn zijn. Nou, deze aan de kant. We gaan aan de slag met het label. Ik pak gewoon stiekem mijn spiekbriefje erbij. Nou, het is niet eens mijn stiekem natuurlijk. Dus er zitten stiekem best wel veel onderdelen op het label. Ik zal je even laten zien. Er zit namelijk achter de strik zitten ook nog blaadjes en er zitten eikeltjes waar ook nog twee verschillende kleurtjes in zitten. Nou, het papier waar we vandaag mee aan de slag gaan is het Happy Forest Friends dingespapier. Ik weet niet, ik ben het zo goed in die namen, maar goed, het hoort in ieder geval bij die suite. En als je je pakket hebt, dan heb je dus 6 van deze vellen gekregen. En dan kan het dus zijn
Er zit één vel in die niet een repeterend patroon heeft. En dat is deze. En als je goed kijkt, dan zie je dus dat ik voor deze kaart deze heb gepakt. Die moet zit hier denk ik zo in je vel. En dat als ik deze kaart nog vandaag ook zou gaan maken, dat ik dus deze kaart pak. Hey Ineke, leuk dat je erbij bent. Is het pakket al binnen? Ik hoop het eigenlijk. Nou, en anders kun je later aan de slag. Die had gisteren nog even papiercrisis, dus die wilde graag nog een pakketje hebben. Oké, nou voor het labeltje hebben we wel degelijk designpapier nodig. Want ik heb namelijk uit deze strook het vogeltje geknipt. Kijk, dat is die. Dus die gaan we uiteraard gebruiken. Die ga ik weer aan de kant leggen. Dit ook eventjes aan de kant leggen. Die heb ik later ook pas nodig. En in het papierpakket heb je alle kleuren papier die je hier ziet. Ik heb hier natuurlijk allemaal stukken papier. Oh, jammer dat die nog niet binnen is, Ineke. Nou, dan is die morgen zeker binnen. We hebben een harde poging gedaan, hè. Het papier wat ik nu ga gebruiken is Soft Suede. Niet waar. Soft Seafoam en Calypso Coral. Daar ga ik deze voor gebruiken. Dus die ga ik, de rest ga ik even aan de kant leggen. En daar heb ik ook Basic White bij nodig. Voor het welcome ding. En ik heb, want ik heb hier natuurlijk ook nog wel wat restjes liggen. Gewoon expres even neergelegd. De groene heb ik niet nodig. Ik heb wel de crumb cake. De soft suede, dus wel zeker. En de So Saffron heb ik ook nodig. Dus die pak ik er allemaal bij. Nee, de post is me zeker niet goed gezet, Marjenka. Nou is het wel zo dat DHL, die heb ik gisterenmiddag weggebracht na de middag. Ja, dan is het maar net de vraag of dat ze dan net al de vracht op hebben gehaald voor de volgende dag of niet. Dus dat is het meer. Maar bij jou was het echt, echt wel heel vervelend. Jouw pakketje heb ik ook weggebracht gisteren, dus die zal er morgen ook moeten zijn. En zo niet, dan weet ik nog niet wat ik ga doen. Dan kom ik het brengen. Dan kom ik gewoon naar Snake. Dan het is klaar. Oké. De labels. Mijn snijmachine. Die heb ik hier neergelegd. Ik heb hier serieus ook gewoon op een stoel naast me staan. Omdat ik gewoon niet genoeg ruimte om me heen heb. Omdat ik zoveel spullen heb staan. Naast de kleuren papier die ik zojuist aangaf. Maken we ook gebruik van. Dan ga ik heel even mijn inkpads hier afstapelen. Calypso Coral Inkt. Dus die gaan we ook nog gebruiken. En natuurlijk lint, hè, wat erbij zat. Wat ik erbij heb gedaan. Even dit allemaal aan de kant. Zoveel mogelijk, zo min mogelijk afleiding, zullen we maar zeggen. Ik ga weer rechtshandig proberen te snijden, zodat het ook zichtbaar is wat ik doe. En ik heb een strook van 2 inch nodig. 2 inch is 5,1 centimeter. Zeg ik dat goed? Nee, ik zeg niet goed. Die was ik heel enthousiast aan het zeggen, maar dat was niet. Opnieuw. Ik heb een strook van 6 centimeter nog. En hij is er gewaard. Nou, Ineke, je weet. Ik reis het land af. 6 centimeter is die breed. En hij is 9 centimeter lang. Zo. Oh, andere. Ik moet niet te veel tussendoor beppen, anders dan ben ik dadelijk alweer mijn water kwijt. En de Calypso Coral is precies net zo lang. Daar gebruiken we precies hetzelfde voor. Dus eerst 6 centimeter breed. Zo. Als jullie dadelijk iets horen, mijn man komt zo thuis. Mijn kind zit nog op de bank. Maar ach, het is net een huishouden hier. En 9 centimeter lang. Zo. Vervolgens ga ik het midden hier even van uittekenen. Ik heb er een heel mooi schattig klein lineaaltje voor. Dus die ga ik even afmeten. Dat is natuurlijk 3 centimeter, maar dan vind ik altijd fijn om dat eventjes... Oh, ik wou zeggen om dat met een potlood te doen. Moet je wel een potlood bij de hand hebben natuurlijk. Dat zou dan altijd fijn zijn. Zo. En vanuit het midden ga ik hem... doe hier ook even een puntje op 3, want dat vind ik toch altijd fijner. Ik ga er uiteindelijk een hoekje uithalen. Zo. Je moet het aan de achterkant doen, hè, eigenlijk. Kun je een rondje rijden? Ja, nou moet je denken, echt hoor. Van hier ook gewaard naar Sneken en dan weer terug. Dus is er nog iemand die ook iets nodig heeft? Ik kom gewoon langs. Ik weet even, nou ben ik dus van mijn apropos. Dus nou weet ik niet meer wat, hoeveel dat ik eruit heb gehaald. Zo, dit is 9.
Dit is anderhalf. Anderhalf omhoog, lieve mensen. Dus 3 centimeter afmeten. En dan 1,5 centimeter omhoog. Daar zet ik even een stipje. En dat doe ik ook bij die andere. En dan gaan we daar dadelijk een driehoekje uitsnijden. Zo. Hopla. Deze zo. Er tegenaan. Ik ben altijd bang dat ik mijn hoofd in beeld kom. 1,5 centimeter omhoog. Oh nee, dat geeft helemaal niks. Je mag typen wat je wil. Hartstikke gezellig. Klets vooral ook tegen elkaar. Als ik fout ga, geef ik jullie gewoon de schuld. Even zien. Ik pak er even mijn snijmachine bij. Wat ik ga doen is. Misschien moet ik het gewoon met de hand doen. Maar ik heb het de laatste keer ook met de snijmachine gedaan. Dus ik vind dat ik dat nu ook gewoon kan. Dus dan houd ik deze zo. Hopla. Zo. Hopla. Dat is 1. Lef, hè, hebben dit. Zo. En de andere kant. Ook netjes het puntje in de lijn leggen. En even opletten dat je dus het mesje in je papier zet. En niet tegen het puntje aanduwt, want dan is je punt stuk. Dat vindt je punt van je kaartje niet zo leuk. Zo. En dan heb ik een mooi hoekje. Oh, zie je? Ik moet mijn mesje vervangen. Komt hier nu mee. Ook lekker. Maar weet je wat? Dat kan ik gewoon even real-time doen. Want ik heb hier uiteraard gewoon voor mijn kastmesjes liggen. Het wordt weer echt een ontzettende Serena workshop. We gaan alle kanten op, lieve mensen. Het past er helemaal bij. Mesje eruit. Normaal vallen ze eruit. Dus als je wil dat hij eruit komt, komt hij er niet uit. En een nieuw mesje erin. Jullie krijgen vanavond een nieuw mesje van mij. Ik heb hier wel een vel, dus ik kan wel even een beetje het papier bijveilen. Soms ligt het ook aan de kleur van papier, maar in dit geval is gewoon mijn mesje klaar. Dus dat werkt zo. En we pakken de andere kant. Zo. En deze draaien we zo. Gaat het goed? Het gaat goed. Ik moet altijd een beetje wennen dat ik niet meer. Oh, nee, dat gaat niet goed. Dat ik niet met mijn hoofd, zeg maar, erboven moet gaan hangen. Want dan hang ik met mijn hoofd onder in de camera. Wat zo'n stom gezicht. Zo. Hopla. Alrighty then. Kijk, we hebben nu 2 kanten. Wat gaan we nu doen? We gaan deze even aan de kant leggen. Je kunt nu dus gewoon ze ook schuin afknippen. En dan met een gaatjesmaker uiteraard een gaatje in maken. Ik hoop eigenlijk, al heb ik hem natuurlijk 6 centimeter gemaakt. Dus wow, ik vind dat dat wel kan. Ik ga een oude label gebruiken of een oude label punch gebruiken. Dus als je die ook nog in de kast hebt staan, maak daar absoluut gebruik van. Ik dacht, ik ga een oude, maar dat gaat helemaal niet. Zie je, dan gaat hij aan de zijkant toch lelijk doen. Dat was even leuk bedacht, maar dat gaat niet door. Dat geeft niks. Ga ik het gewoon anders doen. Uiteindelijk komt deze dadelijk hieronder. Dus ik ga hem nu zo strak houden. En we gaan gewoon op het oog knippen. Want uiteindelijk is het creativiteit, hè? Mooi, hij moet verder, want er moet dadelijk ook nog lint tussen. Zie je dat? Kijk. Dus ik moet hem ook nog niet vastplakken, want uiteindelijk komt het lint er ook nog tussen. Deze gaat zo. Ik vind dat ik dat wel op het oog kan. Ja. Nou, dat valt echt niet tegen. Pakken we even een gaatjesmaker erbij. Die heb ik hier uiteraard ook nog liggen. Dit is een oude gaatjesmaker van SU. Helaas hebben ze er op dit moment geen meer in het assortiment. Dus je zou ook voor een kroppendaal of zo kunnen kiezen. Er zijn er overigens genoeg in de markt. Volgens mij... zijn er ook al een paar in de chat die weten waar je ze kunt krijgen. Dus dat is altijd handig. Nou, daar begint het met de basis. Die basis gaan we bestempelen. Met een matje eronder. Die heb ik hier ook staan. Die had ik er expres nog even niet bij gepakt. Kijk,
De vogel van de papierplezier staat er nog op. En we gaan uiteraard met deze leuke set bezig. Er zit onwijs veel elementen in waar je dus mee aan de slag kunt. Oh, ik had helemaal geen ding nodig. Daarom had ik hem niet gepakt. Zie je? Ik heb letterlijk al mijn stempelblokken hier klaar liggen. Ik heb geloof ik nog nooit zo'n grote workshop gedaan. Dat vind ik kei leuk. En ik pak Perpen zelfs erbij. Om ervoor te zorgen dat hij ook niet te donker wordt. En dat is eigenlijk gewoon een kwestie van lekker in de rond te stempelen. En niet te veel nadenken, want uiteindelijk komt er ook nog van alles overheen. Dus het is natuurlijk wel de bedoeling dat het zichtbaar is, maar ga eerst gewoon lekker rondstempelen. Zo, en dan pak ik hem dubbel. Dus ook nog een beetje zo aan de binnenkant. Dit is ook gewoon een beetje een kwestie van lef hebben, hè? Nou, mocht je ondertussen vragen hebben, je mag absoluut iets in de chat zetten. Dat vind ik helemaal geen probleem. En dan doe ik hem een heel klein beetje nog verder naar onderen voor het geval dat het te ver naar onderen gaat. Nou, dat is de basis. Ik heb vandaag niet de chamois erbij gepakt, want die is zo ontzettend op dat hij bij de wasmachine ligt. Nou, ik heb vandaag mijn heerlijke, heerlijke Stampin' Scrub, waar ik even voor op moet staan, omdat de scrubspray te ver weg stond. Zo. En daarmee gaan we deze schoonmaken. Hopla, aan de kant. En terug in de doos. Als volgende. Hoe gaat het ding erin? Zo. We gaan de mini erbij pakken. En nu heb ik hier natuurlijk nog een strookje over, dus dat is handig. Ik heb hier geen strookje van over, dus daar ga ik even een klein strookje van snijden. Om te zorgen dat ik die blaadjes ook daadwerkelijk uit kan stansen. Ik ga hem toch even linkshandig pakken. Want zo heel veel heb ik er niet voor nodig. Dus 21. Ja, dus ik ga hem zo snijden. Hoplakee. Zo. En ik wil van de softweed en de crumb cake wil ik ook allebei een strookje hebben. En waarom meet ik nou eerst die 21 af? Zodat ik zeker weet dat ik nog ook genoeg over heb om een kaart mee te kunnen maken. Zodat ik één kant gewoon de 21 heb en de 10,5. Oh, heb je een nieuwe chamois binnengekregen? Ja, ik moet ook echt een nieuwe bestellen. Normaal heb ik ze op voorraad. Maar toevallig had laatst iemand die ook omhoog zat. Dus die was hem even snel komen halen. En toen had ik niet bedacht dat ik er zelf misschien ook wel gewoon eentje nog nodig had. Erg, erg slim. Alright, de heerlijke stansen die erbij horen. Ik vind ze echt super leuk. Want super veel variatie hebben. Dus we pakken daaruit. Om even te zorgen dat mijn nagels naar de knoppen gaan. Die eikeltjes moeten we natuurlijk twee keer doen. Want ik heb de binnenkant van de eikeltjes met crumb cake gedaan. En de buitenkant met soft zweet. En de blaadjes. Dus ik heb twee soorten blaadjes. De gele en de Calypso Coral. Dat zijn deze. Die hoeven allebei maar één keer. En ik hoop dus... Auw! Dat deed zeer. En ik hoop dus dat die binnenkant... Ik ben ook niet lomp verder of zo. Zo. Ik hoop dus dat die binnenkant er ook in blijft zitten. Want dat maakt het juist extra grappig. Zo. En deze. Dit is echt super fijn dat hier alles dubbel in zit. Of wel veel dubbel in zit. Dat op het moment... Als je kleine dingen wil doen... Dat je dus ook... Oh, er zitten drie eikeltjes op. Hè? Ja, er zitten er drie op. Op het moment als je dus veel kleine dingetjes wil stansen. Dat je niet 100.000 keer hoeft te stansen. Nou, dit even zo hier. Uiteraard heb ik mijn mini bij de hand. Dus die gaan we gebruiken. Al die leuke restjes erop. Die zorgen ervoor. Ik moet de lichtgrijze hebben. Bij mij past inmiddels niet meer met mijn witte er doorheen. Omdat mijn platen zo dik zijn geworden. Dat de afstelling dan niet helemaal goed meer is. Dus heb je een nieuwere, dan pak gewoon netjes de sandwich die ervoor staat. Heb je niet een wat nieuwere, dan zul je hetzelfde hebben als ik. En dan kun je op een gegeven moment ervoor kiezen om dus de lichtgrijze als ondergrond te pakken. Dat is zeker een optie. Deze blaadjes. Die gaan we er eerst even doorheen draaien. De rest kunnen we alle drie tegelijk doen waarschijnlijk. Hops. Kijk.
een beetje voorzichtig dat die binnenkant er ook in blijft zitten. Die leggen we even aan de kant. Dat is 1. En dat is 2. Next. Dan hebben we de So Saffron. Daarmee gaan we de andere blaadjes doen. En die plak ik eventjes vast, denk ik, zo meteen. Oh, blijft misschien wel liggen. Zo. En deze. En dan ga ik alle drie de eikeltjes tegelijkertijd mee doen. En daar wil ik dadelijk dus wel de binnenkant uit hebben. Want ik wil dus een lichtere binnenkant in die eikeltjes hebben. Dus dat ze een beetje... Nou ja, voor papier is het natuurlijk nooit realistisch. Maar dat de kleuren een beetje kloppen. Deze voorzichtig erop. Dat alles lekker blijft liggen. Ops. En draai maar. Oh, ik vind dit toch zo'n hemelsding, hè. Zeker als je met kleine standjes werkt. Als je niet dat grote geval op je bureau hoeft te zetten. Deze hebben we nog een keer nodig. Zo. Dit is trouwens ook... Stel dat je kijkt en je bent dus geen demo. Zeker als je nu in België zit. Vanaf 4 oktober volgende week dinsdag kun je dus demo worden. Kun je dus instappen. Kom vooral in mijn team. Vind ik keigezellig. Ik woon maar een half uurtje van de grens vandaan. Die binnenkant moet er wel in blijven. Maar ja, die enorme instapaanbieding komt dus in oktober. Dus dat je dus in plaats van 175 voor €200 uit mag zoeken. Dan is dit natuurlijk een hele fijne om erin te stoppen. Ideale Noes. Ja, die nemen we volgende week weer mee. Hè, als we naar het Stamp Event gaan van Miranda en naar José. Zo. Dus die daar. En deze. En dan ga ik deze nog even uitdrukken. Haal ik dadelijk de binnenkantjes wel uit. Dan gaan we deze doen. Zo. Als je nou meedoet, dan schrik niet van de snelheid. En heb je dan vragen over formaten of iets dergelijks, geef gewoon een geel. Niet bang zijn. Ik ben best lief soms. Alleen ik ben heel snel altijd. En dat is soms niet even handig in een workshop. Dat besef ik op het moment als ik een workshop voordoe. Deze even aan de kant. Die hebben we dadelijk nog wel nodig voor het label. Maar we gaan eerst met al die kleine dingetjes aan de slag. Oh, ik moet eigenlijk zo'n magneetbakje halen dat ik meteen die standjes daarop kan gooien. Dat is eigenlijk een stuk veiliger. Ik heb ze hier nu zo daar wel liggen, maar... Oké, binnenkantjes. En toen had ik dus ook nog ontdekt, de laatste keer dat ik hier dus mee bezig was, dat niet elk binnenkantje bij elk eikeltje past. Dus daar moet ik dadelijk dus ook nog op gaan letten. Dat is ook wat. Zo. Prullenbak staat daar. Meteen het verkeerde weggooien. Ik hoop niet dat mijn man nu aan de wasmachine gaat komen, want die staat al ingesteld. Dus die heeft pech. Even zien. Fijn hè, van die geheime boodschappen tussendoor. Och, heb jij er weer eentje die niet wil gaan slapen? Ik ben er nog wel even hoor, Nicole. Tot 1:30, max. Dus je kunt nog even terugkijken. Fijn hè, die kleine kinderen. Soms kijk je ze groot. Zo. Deze aan de kant. Die heb ik ook even niet nodig. Dan gaan we hiermee aan de slag. Zoals ik net al zei, de binnenkantjes van de eikels heb ik dus niet nodig. Zo. Even zien. En deze. En deze. En die ga ik hierop plakken. Even een klein beetje. Nou moet ik even gaan kijken hoe dat ik dit gedaan heb. Oh, dat gaat wel goed komen. Ik doe dit gewoon met lijm. En ik ga gewoon lekker in het wilde weg plakken. Soms is dat het beste wat je kunt doen. Ik begin met de gele. Even de take your pick tool bij. Ja, ik weet het. De magneetvel zou ook zijn. Maar je hebt dus ook van die bakjes. Oh, de binnenkant valt eruit, maar dat geeft niks. Je hebt dus ook van die bakjes, Noes, die gewoon met de binnenkant een magneet hebben. Volgens mij zijn het sieraden, ik weet niet wat het is. Zoals aan José vragen, die heeft er ook een volgens mij. Heel erg handig. Ik moet gewoon mijn pincet erbij pakken, want daar heb ik hem voor. Ik zit nou te pielen wat niet werkt. Zo. Oh, ik moet niezen. Zo. Ja, dank je. Dat is één. Dat gaat toch even wat beter.
En dat is 2. Dat is 2, zeg ik heel stoer, terwijl dat hij loskomt. En uiteindelijk is het een beetje freestylen, hè? Gewoon zelf zien hoe dat hij loopt, hoe dat hij gaat. Dankjewel. Onder het kijken zit je stempels te plakken. Dat is een hele slimme, want dat is altijd zo'n geestdodend werk, vind ik. Zo. Er is eentje die is hier al blij, die gaat lekker Xboxen. Die vindt het wel hard ervoor gezien. Zo. Ik zit nu gewoon in mijn huiskamer. Op dit moment heb ik geen aparte knutselruimte om fatsoenlijk mijn lives te kunnen doen. Dus dit is voor mij nu de ideale situatie. Voor mijn gezin iets minder misschien. Maar ach. Zo, deze hier. De blaadjes. Nou, dan ga ik aan de buitenkant een beetje naar beneden werken. Ga ik die rode blaadjes plakken. Ja, het zijn sieradenbakjes en hoes, dacht ik ook. Maar ik zal het eens gaan zoeken. Het is meer het ideale dat je het gewoon erbij kan zetten. Dus dat je niet hoeft te plakken, inderdaad. Deze wil ik naar beneden toe hebben. Kijk, en er komt gewoon lijm doorheen, maar dat droogt toch wel gewoon. Oh, hey. Wat is dat nou? Ben ik gewoon. Oh, ha, jongens, kijk hier nou. Ben je nou onderweg aan. Ha, Marieke, dat is hilarisch. Gewoon vanuit onderweg naar Portugal. Dat vind ik nou wel cool. Kijk nou wat hier op mijn lijm zit. Het stukje blaadje. Ja, je ziet het misschien niet. Oh, ja, echt. Dit kan ik alleen maar presteren. Nou, deze hou ik even vast. Zo. Wat een eer trouwens, Marieke, dat je gewoon. Vanuit in je reis gewoon mijn live zitten kijken. Dat vind ik dan wel weer heerlijk. Volgende keer als je in Nederland bent, dan moet je zorgen dat je hier in de buurt komt. Lekker workshoppen. Alright, de eikeltjes ga ik er ook nog bij plakken. Super gezellig. Maar ik pak dus eerst de buitenrandjes. En dan doe ik er nog hier een bovenop zo. En daarna plak ik die binnenkant er pas in. Je gaat eigenlijk een beetje stapelen. Zo. Even zien. Oké. Ik probeer een man te seinen, maar dat lukt niet, want die heeft niet door dat het geluid van de tv aan staat. En dat ik dat nou heel erg hard doorhoor in mijn oortjes. Dus. Zo, deze erin. Hij gaat er aan het schuiven. En dan dacht je dat dit pielen was en moeilijk. Moet je dadelijk eens met het lint zien. Dus ja, Anoushka, ben je super dankbaar dat je deze als eerste wilde. Hij is echt heel erg leuk hoor, daar niet van. Maar het is er wel eentje die veel werk kost. Dus als je dit label gaat maken en je gaat hem aan iemand weggeven, doe het dan aan iemand die het waardeert. Zo. Nee. De binnenkant die valt eruit. Ik zit weer helemaal onder de lijn. Het is echt ongelooflijk hoe dat ik dat toch altijd voor elkaar krijg. Zo. Tada. De basis is een heel eind gelegd. Deze aan deze kant. Het lint. Dit is echt wel een uitdaging. Maar dat geeft niks. Dat maakt het leuk. Even kijken, want. Ik wil wel dat het ook lang genoeg is. Uiteindelijk kan ik het gewoon bijknippen namelijk. Of afknippen, dus niet bijknippen, maar afknippen natuurlijk. En wat je dus gaat doen, is dus daadwerkelijk dit lint gewoon echt uit elkaar trekken. Dus het is een kwestie van zoeken waar dat je de eerste uit kunt trekken. En die hebben we dus ook nodig. Dus die moeten we ook echt op. Daar is de eerste. En die leggen we dus ook echt neer. En het lukt op zich wel als je even wat verder bent om er een paar meer uit te trekken. Ik moet het even iets meer uit elkaar halen. Je man is naar boven gevlucht, ja. Maar mijne niet. Die zit heerlijk op de Xbox hier.
Dat is het voordeel dat die koptelefoons er tegenwoordig zijn. Zo, dit heb ik even niet nodig. Dat kan even aan de kant. Ik kan iets verder. Zo. Dan moet je dus alleen even opletten dat hij dus aan één kant wel aan elkaar blijft zitten. Hij gaat eigenlijk natuurlijk aan één kant en de onderkant, ja, maar niet uit, aan één kant rafelen. En dat wordt eigenlijk dan de onderkant. Maar op het moment als je ze dus eruit gaat trekken en je ziet dat het aan allebei de kanten misgaat, ja, dan moet je even op gaan letten. Want dan kun je hem niet meer... pak ik nou de zijkant zeker, ja. Ik dacht dit wel even te doen, jongens. Ik ga het even anders aanpakken. Ik ga even lompigheid gebruiken. Dat werkt beter. En nu is het dus een kwestie van de draadjes vastpakken. En eruit trekken. Ik hoopte dat ook even met de pincet te kunnen doen. Want dan zie je iets beter wat ik doe. Dan dat ik het met mijn vingers doe. Maar ik zie dat de pincet niet sterk genoeg is om ze vast te houden. Kijk, zo gaat hij. Het is even een kwestie van geduld. Hebben ze in Limburg een liedje over gemaakt. Zo. Oh, ik pak heel altijd het verkeerde draadje, zie je dat? En dan trekt hij hem alsnog bij elkaar. Misschien had ik deze even voor moeten breiden. Maar ja, daar is nou al te laat voor. Heeft er iemand nog iets te vertellen? Nou, dat is inderdaad voor hem wel een stuk relaxter, Maschenke. Ik kan me voorstellen dat hij anders veel meer getriggerd wordt. Kijk. Wel even zo, want ik zag er ook nog een opmerking boven komen. Wat een gepriegel. Ja, dat is het echt, Bent, hè? Je mag Anoushka bedanken hiervoor. Het is een enorme gepriegel. Maar wel heel leuk, want je krijgt het resultaat is gewoon superleuk. Dus dat, daar hebben we veel voor over, zullen we maar zeggen. Kijk, daar gaan ze. Hij begint ook steeds meer uit elkaar te vallen. Kijk, en nu zie ik al dat ik deze kan pakken. En ervoor kan zorgen dat hij dadelijk aan deze kant gaat rafelen. Kijk, daar gaat hij al. Even opletten dat de bovenkant er wel in blijft, anders dan heb ik dadelijk helemaal niks meer. Dat is de enige uitdaging. We zijn er bijna. Kijk, nog een paar draadjes. Je moet even de juiste zien te pakken. En ik moet zorgen dat ik wel onder de camera blijf, anders zien jullie niet wat ik doe. Kijk, daar zijn we. Ja, zie je nou wat er gebeurd is? Dit is toch superleuk. Ik wil deze er ook nog even uit. Zo, dan klopt het net even. Kijk, daar is die. Ik hoop dat het een beetje scherp wil stellen, maar nu heb je dus een heel schattig rafelrandje te doen. Oh, lekker bezig zijn, Bente. Gewoon doen. Pak lekker er iets bij om mee te doen. Je eigen spulletjes. God, hoe weet het ook alweer wat je doet? Iets met pixel. Ik weet het even niet meer. Sorry. Nou, wat we dus met deze draadjes doen, is in ieder geval zoveel mogelijk gelijk leggen. En hier maken we dus een strikje van. Eerst even een knoopje erin eigenlijk. Kijk, daar gaat hij. Zo. Dit is altijd een uitdaging, hè? Als het dan ook nog meerdere draadjes tegelijk zijn, dan moet je echt even goed kijken. Oh ja, Pixel Hobby, dat is het inderdaad. Ik wist even niet meer hoe dat het heette. Superleuk. Zo. Bunny ears is niet echt handig op het moment als je meerdere draadjes tegelijk hebt. Maar kijk, deze wel. En dan laat je die andere laat je gewoon lekker hangen. Ik had niet dat knoopje moeten leggen. Zie je dat? Salina en het gepiel met de draadjes. Maar ik kan dit, dus ik moet even een beetje geduld verzamelen. Zo. Nog een keer. Juist, daar gaan we. Tada! Oeh, hij heeft hem net. Hij heeft hem net, maar net is genoeg. Kijk, dan knip ik dadelijk dat stukje gewoon af.
Die kan ik een klein beetje aantrekken. Ik heb ook iets minder draadjes dan dat ik daar had. Zie je dat? Heel schattig dit. Oké, nou, we gaan eerst deze even doen. Lint aan de kant. Kijk, dus van dit zijn we hier naartoe gegaan. En dit moeten we er dus onder gaan plakken. Dat gaan we natuurlijk als eerste doen. Zo. En daarna pak je hem zo en dan doe je hem zo. Dus je gaat hem gewoon in één keer eronder plakken. En alles wat je over hebt, knip je gewoon af. Dat kun je misschien ergens anders voor gebruiken. Het is wijsheid om hier dus de... Waar ben je? Hopla. Tearing tape voor te gebruiken. Want dat plakt al. Dat is veel makkelijker dan lijm. Op het moment dat je hier bij lijmwerk gaat gebruiken, zit alles onder. Dat kan ik je garanderen. En zo weet je in ieder geval zeker dat die daar helemaal vast zit. Oh, dit doe ik natuurlijk niet slim, maar goed. Vandaag ben ik niet zo slim, heb ik al ontdekt. Oh, het is weer die tijd van de maand. Yay. Zo. Dit maakt niet uit, hè, want ze komen dadelijk toch op elkaar. Dus. Zo, dus ik heb nu aan de achterkant van het randje heb ik mijn tearing tape gedaan. Dubbelzijdige tape. En nu ga ik deze. En ik laat hem wel echt. Ik wil hem echt een beetje uit laten steken. Dus ik ga het gewoon zo doen. Dit is ook weer even pielen. Zo. Dit dan. Hij schiet er hieronder. Dat wil ik niet. Ik ben de baas. Zo. Hopla. En dan pakken we even een schaartje erbij. Ik heb even een schaartje voor de lintjes. De andere is natuurlijk een papierschaar. Dit is geen SU-schaar overigens. Zo. Dat is één. En dat is twee. Het kan zijn dat hij natuurlijk nog een beetje rafelt, hè, nadat je gaat plakken. Dankjewel, lieverd. Ja, ik kan niet anders dan mezelf zijn. Dat is zeg maar een soort van superpower, zeg ik altijd maar. Zo. Die wil ik er dus onder hebben. Dus, een lijmo. Hoef je echt niet helemaal vol te plakken. Meer dan genoeg. Deze moet omhoog, want anders dan steekt hij aan de bovenkant eruit. Dat wil ik ook. Nou, dit is toch kei leuk. Ik vind hem hier alleen een beetje raar zitten. Maar dat trekt nog wel bij. Zo. Oh, scheef. Nou, dat is het fijne van lijm. Kun je altijd nog een beetje bijtrekken. Het welkomstkaartje, hè, die hebben we ook nodig. Dus we gaan even hier een strookje van snijden. Anders kan ik hem dadelijk niet door de... machine inhalen. Basic white is dit natuurlijk gewoon. Ja, Leonie, dat is ook mijn eerlijke Brabantse mededemo. Dat is ook zo'n lekker hysterische. Ik hou ervan. Ik hou van Leonie. En dat vind ik bij Yvonne altijd heel lekker. Die is altijd heel rustig. Daar hou ik van. Word ik ook rustig van. Ik kan me niet voorstellen dat iemand rustig wordt van mij. Maar dat is van Yvonne Spitmans heb ik dat ook altijd. Ik pak de welcome. Welcome. En die ga ik met Calypso Coral ga ik die stempelen. Zo. Ik kon nog een keer. Ik vind hem veel te... Ik denk dat mijn inkpet een beetje te nat is. Niet hard duwen. Dat is beter. Zo. Hij is nog wel nat genoeg, denk ik. Ja, zo. Toch fijn, dat ding. Zo, deze aan de kant.
Dan hebben we de snijmallen. Kijk, die heb ik allemaal nog niet teruggeplakt. Dat doe ik straks wel. En dan pak ik het labeltje. Superleuk. Kun je dus op heel veel verschillende dingen gebruiken. Altijd ideaal. Oh, en ik zet altijd gewoon alle apparaten boven op mijn werk. Maakt op zich niet zo heel veel uit. Sommige YouTube-demo's, ik in slaap val onder het kijken. Dat is ook heel rustgevend. Weet je, je kunt maar iemand hebben die in slaap helpt. Zo. Oh, die platen van mij zijn zo krom als een hoepel inmiddels. Bij die grote valt het wel mee. Kreeg ik ze ook goed omgedraaid, maar bij deze krijg ik het bijna niet voor elkaar. Als je nou merkt dat die toch een beetje gaat schuiven, dan kun je dus die washi tapejes erop doen. Hè? Om te zorgen dat het gaat. Zo. Nee, ja, ik kan je één ding zeggen. Oh, bij mij is het nooit saai, wilde ik net zeggen. Daar ging mijn camera. Ik duw hem gewoon weg. Oh, lekker dit. Nou ja, goed. Dat dus. En alles staat scheef nu. Het moet toch niet gekker worden, wacht daarvoor. Oh, het beste spot is zelfspot, zeggen ze dan. Een beetje deze kant op. Zo. Nou, ik hoop niet dat jullie zeeziek hiervan worden. Oh, zo'n lief is ondertussen. Dus je wil zeggen dat ik saai ben, Bente. Zo'n lief is ondertussen in slaap gevallen. Maar ja, die is ook van een ander kaliber natuurlijk, hè. Zo. Kater komt ook weer binnen, die hoor ik. Ja. Nou, alles staat scheef. Dit is toch niet grappig meer. Even zo. Hopsa. Dat is beter. Oh, rustgevend. Oké. Nou, vooruit, daar doe ik het voor. Alright. Nu heb ik natuurlijk eerst de strik gemaakt deze keer. Bij de andere heb ik hem eerst eromheen geknoopt en daarna de strik pas gemaakt. Ik ga deze dus ook gewoon zo erop plakken en een strik er bovenop zetten. Omdat, weet je, fake it till you make it white noise. Ja. Wist je dat je tegenwoordig ook brown en pink noise hebt? Daar kan je dus ook nog van alles bij voelen. En wat ik op het moment ook helemaal fantastisch vind, is dat 8D audio. Oh man, daar ga ik echt heel hard op. Dat is echt heel fijn. Zo, dat is de welcome. En dan deze doe ik met... Zou ik met een glue dot kunnen doen? Doe ik niet. Ik doe gewoon lekker even een dotlijn. Want dan plakt hij ook prima op. Dus ik heb er net mini dimensionals onder geplakt. Deze eroverheen. Ik vind het wel leuk dat hij zo hysterisch is, die boom. En nu gaan we natuurlijk nog even een vogeltje uit het papier knippen. Ik even om de vosjes en de beertjes heen knippen zo. Zo dat slapende vogeltje hebben namelijk. Maak optimaal gebruik van je papieren, lieve mensen. Toch bijna het eerste project af. Nu moeten jullie gaan bedenken wat het tweede project gaat worden, hoor. Dat ik het niet hoef te bedenken. Als je niet weet welke projecten het zijn, dan ga je even naar bladzijde 46 en 47 van de catalogus. Of je scrolt even terug of gaat even naar mijn pagina, daar heb ik de kaart ook op staan. Dan kun je ondertussen even kijken, want nu heb ik ze natuurlijk even aan de kant gelegd. Om dit label te kunnen maken. Zoals ik al zei, het gaat me echt niet lukken om binnen 1,5 uur alle kaarten te doen. Kaarten die ik nu niet afkrijg, die pak ik in een andere live mee. Zo. In een papierplezier of iets dergelijks natuurlijk. Zo. We've got a bird. En die gaat er nog even op. En dan is gewoon het label af. Zo. Heel klein poepje erop. En dan die vogel. De vogel. Wat een vogel. Nou, ta-ta-ta-ta. Applaus. Ik moet even mijn werkblad opruimen, geloof ik. Wil ik iets nieuws doen. Als je deze nou gaat maken, dan ga je me wel even taggen en zo. Laat hem even zien op je socials. Keileuk. Kijk, ik heb nog een stukje over, dus ik kan er nog een maken als ik het wil. Mijn hysterische labeltje. Leuk is die, Anouk. Speciaal voor jou. Superleuk is die. Oh, er zit iets op. Zo, weg. Oké, project numero uno. Nu hebben we er dus nog 4. Dus welke willen we? Gaan we voor nog een easy kaart? Of wil je weer, ga ik me nog een keer heel moeilijk maken? Kan natuurlijk ook. Ik heb net mijn dopje van mijn Take Your Pick tool naar mijn mand gegooid. Omdat ik het geluid hoorde van de tv.
En nu kan ik hem dus niet erop doen. Zo, kijk, nou heb ik alles weer een klein beetje aan de kant hier. Wat gaan we doen, lieve mensen? Wat, oh wat. Wie het eerste roept, wie het eerste zijn zin krijgt. En anders ga ik gewoon zelf beslissen binnen een half uurtje. Een half uurtje, een halve minuut. Een half uurtje zullen we maar niet doen, hè? Ik kan daar niet zo fancy als dat uil in de boom. Nou, duidelijk. Oh, in de boom of op de boom? Oh, heerlijk. Bedoel je nou die of die? Dus de welkom of de thanks, Bente. Even erbij blijven. The welcome of the thanks. Ja, Bente was eerder mijn shank, sorry. Ja, dit is in de boom. Ja, oké, we gaan voor deze. En dan ga ik in het algemeen doen, want die kaart, die kan ik dus niet nog een keer hetzelfde maken. En ik ga je ook laten zien waarom. Heb je daarna doen we de grote beren, Mashenka. Daar hebben we zeker nog wel ruimte voor. Kijk, dat is deze kaart namelijk. Heel grappig, daar zie je dus een beer. En ik heb een vos. Maar dat komt omdat het papier wat ik heb. Ik ga even het papier pakken. Heb ik natuurlijk door de midden gesneden. En aan de ene helft zit dus die beer. En aan de andere helft zit hier de vos en de uil. Dus we gaan nu die doen. Dus nu zie je meteen ook wel, het ligt er een beetje aan welk papier er in jouw pakket zit. Of dat jij, of je hebt gewoon zelf papier thuis en dan kun je zelf kiezen. En dan gaan we deze gebruiken. Dit is een hele simpele, vind ik, hele leuke kaart. Omdat die ook zo simpel is. Want dit papier is zo ontzettend leuk. De basis van de kaart is Old Olive. Ik was het er even bij aan het pakken. Dus dat is Old Olive. En je hebt deze nodig. En we hebben natuurlijk gewoon de Basic White nodig. En dan had ik net nog een strookje. Oh, die heb ik weggeknikkerd. Dus we gaan twee keer welkom maken vandaag. Deze. En daarbij heb ik ook de vlindertjes. Die krijg je ook bij, die zit ook bij elk pakket. Oh, maar Schenk, jij kunt helemaal los. Je hebt er net een pak binnengekregen. Mooi. Mooi losgaan dan. Alrighty then. En natuurlijk weer het groene lint. Dus er komen wat elementen terug die we net ook hebben gebruikt. De basis van de kaart is 14,85 bij 21. Kijk, ik heb hier ook weer een spiekbriefje. En ik heb dus een stukje van het papier ook aan de binnenkant gedaan. Vond ik ook gewoon heel erg leuk. Dus dat is ook een optie. Oké, de basis is 14,85 bij 21. Snijmachine erbij. Wil ik even weten wat de 21 is bij deze. Want hier is natuurlijk al een stukje vanaf. Dit is de 21, dus dan moet ik zo de 14,85 doen. Dat is overigens gewoon de helft van een A4, hè, lieve mensen. Dus niet te moeilijk over nadenken. De vouwlijn is op 10,5 centimeter. Dat is weer de helft van 21. En die vouwen we dubbel. En daar pakken we natuurlijk het vouwbeen voor. Dit was een cadeautje aan mijn demo's van dit jaar. Die hebben we de cadeautje al gehad. 5 november hebben we weer een 10-dag. Ik ben al aan het bedenken welke dingen dat we gaan maken. Ik heb er echt nul zin in. Dat vind ik zo leuk altijd. We zijn niet met een hele grote club deze keer, maar dat geeft helemaal niks. Welkom is welkom. Waar leg ik nou? Oh ja. Ik denk, waar leg ik nou mijn papier neer? Ja, hier dus. De lengte van het papier is 14,85, net zo lang als de kaart. En de breedte is 9. En ik wil natuurlijk die beer erop, hè, want die is leuk. Dus die wil ik erop. Dus ik ga hem op 14,85 pakken. Zo. Nou, ik snij de uil eraf. Sorry. Sorry, Bente. Bij 9. En dan vliegt het vogeltje ook nog vrolijk. Maar hier kun je dus ook weer. Deze ga ik aan de binnenkant doen. Dat vind ik leuk. Dat is wel mooi om aan de binnenkant te plakken. Zo, deze aan de kant. Echt, ik kan het niet. Dit is echt de makkelijkste kaart om te maken. En ook meteen de meest waarvan iemand al zegt: oh, wat mooi. Heb je die helemaal zelf gemaakt? Dan snappen ze niet dat het designpapier is. Vind ik altijd heel grappig. Dat maakt het extra leuk. Lijntje erbij. Die gaat altijd op zijn kop in mijn bakje. Zodat die meteen goed staat. Oh, en er zat nog lijm aan mijn vingers.
en de kaarten scheef. Het is echt, het is me toch een dag vandaag, jongens. Zo. Even het lijntje hier, want ik zie dat het een beetje omhoog staat. Ik vind het niet leuk dat jij scheef bent. Daar gaan we even iets aan doen. Dat is waarschijnlijk gewoon de vouwlijn zelf die scheef is. Dat komt dan, omdat ik dan rechtshandig ga snijden en niet linkshandig. Nou ja, ik ben hartstikke linkshandig. Oh, fijn. Dankjewel dat je het er even inzet, Noes. Ik zal het zo zien, maar ik weet niet of dat het te lezen is. Een crumb cake bedoel ik mee dat ik daarmee aan ga stempelen. Dus, nu hebben we al een hele goede basis. We pakken de basic white erbij. Papier heeft twee kanten. Ik hou van restjes, nooit weggooien. En ik heb de crumb cake hier niet staan, maar uiteraard wel hier liggen. Ik heb net een splinternieuwe, want de mijne was echt helemaal klaar. Ik begin heel langzaam aan erin te komen dat ik mijn inkpads allemaal moet vervangen. Dat ik ze niet eens meer bijgevuld krijg, zo oud dat ze zijn. Dus dat ze echt uitdrogen of dat er water overheen is gegaan. Of, nou ja, je kunt het gek niet verzinnen wat er gebeurt hier. Pokken. Dus dat moet ik heel voorzichtig doen, want die is natuurlijk ook heel erg vol. Zo, en hartstikke. Ik heb hem scheef op de. Hij zit scheef op de. Op de sticker zit scheef erop. Dus dan lijkt het alsof dat je het recht doet en dan zit hij toch nog scheef. Zo. Het is hier echt één grote ontplofte bende, jongens. Heerlijk. Zo, stempel daar. Blokje daar. Ding weg. Deze kun je dus nu met de snijmachine doen. Of je knipt het gewoon met de hand, hè, uiteindelijk. Kan prima. We mogen echt een beetje van het fenomeen af dat alles maar zo ontzettend recht moet zijn. Oké, als je echt niet kunt knippen, moet je het niet doen. En om er dus een labeltje van te maken, heb ik niet meer gedaan dan gewoon de hoekjes eraf geknipt. Het is echt een super simpele techniek. Die het meteen een beetje speels maakt. Tada, klaar. Daar heb ik een strookje lint onder gedaan. Hier is die. En ook hier is het nu wel weer handig om de Terrentape achter te plakken. Zodat het lint ook blijft zitten. Waarschijnlijk heb ik een iets te groot strookje nu. Maar dat geeft niet. Dat kunnen we wel dubbel vouwen. Dus ik heb nu aan de onderste strook heb ik een Terrentape gedaan. Hopla. En die of dat je me wel of niet een verbinding maken. Oh god. Was het dus weer gebeurd? Hij zit hiernaast. Jullie horen me weer waarschijnlijk. Maar ik zie dat ik niet zichtbaar ben op de computer. Dus ik weet niet of dat ik nog zichtbaar ben in de live. Op dit moment. Zo. Even kijken of dat ik mezelf weer zie. Het is toch altijd zo'n feest. Ja, dat de live, dat hij weer weg is. Ja, ik ben er. Nou ga ik waarschijnlijk wel weer de dupe zijn van het feit dat ik hem dus niet kan downloaden. Ik hoop echt dat dat niet het geval gaat zijn. Dankjewel Noes dat je me ook aangeeft dat ik er weer ben. Er gaat hier dus iets mis met de internetinstelling. Maar ik ben er weer. Ik kreeg het even heel heet. Oké, nou, waar waren we mee bezig? Het lint eronder plakken. Zo. En dat heb ik dus met Terrentape eronder gedaan. En daarna plakken we het lint eronder. En dan gaan we daar een stukje van afknippen. Zo. Kijk, gezellig. Uiteindelijk plakken we dit nog vast met dimensionals.
Ik moet eigenlijk niet zo'n bende van maken. Ik ben heel dat alles kwijt. Zo. Dat is 1 en dat is 2. En die ga ik hier zo onder de vogel. Dat vind ik wel leuk. Zo, onder het vogeltje. Welkom. De vlindertjes, die moeten er nog bij, hè? Of die mogen er nog bij. Zijn echt leuk, want ze zijn dus echt van ijzer. Dus het brengt echt iets extra's. Zo, en de beer is natuurlijk ook al met een vlindertje bezig daar. Ik hou hier heel erg van, dus ik ga er lekker veel op plakken. Zo, tadaa! Nou, dit was even een kaart met een hiccup. Ik hoop dat de rest van de internetverbinding het wel blijft doen voor het komende half uur. Want ik ga zo door met de beer natuurlijk. Kijk, en uiteindelijk, ondanks dat het natuurlijk een andere achtergrond is, is het bijna dezelfde kaart. Dus dat is super grappig. En hij is super schattig. Je kunt er natuurlijk ook een andere tekst op plakken. Of pas op het laatste moment de tekst erop plakken. Zodat je zeker weet dat je hem overal voor kunt gebruiken. Zo. Kaart nummer 3. Gaan we naar door. Zo. De grote beer. De grote beer. Hello baby. Vind ik leuk. Heerlijke kaart is dit ook. Daar nemen men allerlei strookjes voor van het designerpapier. Dus ik ga even designerpapier erbij pakken. Of dat ik overal nog de kleurtjes van heb. Want ik heb hier natuurlijk al flink in zitten snijden. Dat is deze. Dat is groen. Dit wil ik ook niet. Dat is deze. Oh god, nog nagels. En... nee. Dan gaan we eventjes in de andere stapel kijken. Wat hebben we hier nog? Dat is ook een andere kleur. Dat is ook een andere kleur. Ik heb hem helemaal niet. Ah, hier is die. Haha. Het was het papier waar het vogeltje uitgeknipt is. Deze is voor jou, Meshenk. Dit even weg. Die weten we nu. Ga ik hier natuurlijk even mijn spiekbriefje uithalen. Kunnen jullie lekker meekijken natuurlijk. Zo. En voor deze kaart hebben we de basis van Grey Granite. Dit even aan de kant. En Grey Granite. Het is een prachtige grijstint. Granny Gray, noem ik hem ook wel. Het is net of dat het haar is van een oma. En dit is ook weer, dit is een compleet A4, dus dit hoef ik niet zo heel moeilijk over te doen. Deze is ook weer 14,85 bij 21, dus hij gaat zo door de helft. Zo. En dan nog een keer. Zo, want de vouwlijn komt uiteraard op 10,5 centimeter. Alle formaten zet ik straks onder de post of in de post, lieve mensen. Dus die kun je allemaal teruglezen. En als het me lukt om de video te downloaden met de hiccup van net, dan zet ik hem uiteraard ook op YouTube. Oh, ik ben te snel, want ik moet nog een keer snijden, want er zit een mat op. Oh, ik heb er een beetje naast gezeten. Er zit een mat op. Op deze. Je ziet het bijna niet. Maar er zit dus een mooi lijntje. En die is precies 0,5 centimeter kleiner. Dus die gaat op 14,35 bij 10. Zo. 10. Ah, ik ga scheef. Ik moet echt. Dit is echt het nadeel als je normaal linkshandig snijdt. Hier, hartstikke scheef. Bij 14,35. Dat is dus 0,5 centimeter kleiner. En hier gaan we eerst op werken. En ik plak altijd pas op het laatst dit soort dingen op mijn basiskaart. Want stel dat er iets misgaat, dan heb ik in ieder geval niet mijn basiskaart die niet gelukt is. Ik begin met de strookjes die erop zitten. En de strookjes die zijn allemaal 7,5 centimeter bij 2 centimeter. Dus als je
goed nadenkt, dan weet je dus dat dit 15,2 is. Dus 7,5 maal 2 is natuurlijk 15, dus dat red je precies. Nou, de snijmachine weer weggelegd. Dus ik maak er eerst strookjes van 2 centimeter van. En ik vind jullie echt super schattig, maar jullie kunnen vast zelf ook bedenken wat 2 centimeter is. Dus ik ga het gewoon heel even zo doen. Ik moet hier heel voorzichtig zijn, dan duw ik dadelijk weer mijn stent weg. Dan kun je lachen. 2 centimeter. Bij, nou ja, 7,6 kun je er natuurlijk ook van maken. En dan is het gewoon de helft van je designerpapier, want dat is 15,2. Zo. En dan deze. Vooral niet kijken wat er aan de andere kant zit, want dan zie je het ineens weer zonder dat je dit doet. Maar we hebben vaak zoveel designpapier waar we zo weinig mee doen. Alleen maar omdat het als zonde, oftewel op zijn Brabant, zunt in de kast ligt. En dat willen we niet. En de laatste. Zo, aan de kant met het papier. 7,6. Of 7,5, wat je wil. Alrighty then. Zo. Dit gaan we hier een beetje zo gezellig over elkaar, in elkaar, op elkaar opplakken. Deze doe ik even onder. Dan deze. Een beetje zo. En deze. Nou, zo gaan we hem doen. Nu doe ik weer dit, want ik kan dat op zichzelf ook wel verzinnen natuurlijk. En het handigste is om het gewoon 2 streepjes, niet te veel bij nadenken, gewoon plakken die op. Schenk, ben je er nog? Ben je al weg? Die stomme hiccup van net. Zo, en nou heb ik hier de patronen niet gelijk liggen, zie ik nu. Gewoon lekker, lekker erop rotten. Zo. Oh, daar komt de kat aan. Oh nee, het is echt. Nou, we kunnen, het is toch wat? Die heeft nu ook ineens bedacht dat hij hier rond zou willen lopen. Ik neem ondertussen even een slokje. Nee, bliksem, daar blijf jij. Nou heb ik hier de spuit, jongens. Kijk. Om de kat weg te jagen. Hop. Want het is even een slokje, want dan krijg je droge keel. Nee, bliksem, ik vind je kei lief, maar ik kan je nu niet hebben. Zo. En wat we nu gaan doen, is stempelen. We beginnen met de beer. Dus ik ga even mijn basic white zoeken onder al het... Het papier wat ik hier heb liggen. Ik heb hier inmiddels een hele... Dat is wel jammer dat je niet... Kijk, Leonie heeft dan echt heel cool. Gewoon een complete... Dan heeft ze zo... Ik doe ze lief tegen bliksem. Sorry, Ellie. Ik doe wel lief, maar moet niet over mijn werk heen lopen. Hij komt net van buiten. Leonie heeft dan zo'n camera dat je ook haar nog van voor ziet. Dat zou je bij mij eigenlijk ook moeten doen. Aan de andere kant, dan zie je ook echt extreme ontplofte bende hier nu. Dus, maar ja, goed. Wellicht hebben jullie daar ook wel geregeld last van. Zo, de beer. Echt een leuke. Met kleerblok E is deze het beste te stempelen. Dus die is vrij groot. Dus als je zegt, ik heb nog niet zoveel kleerbloks. En ik wil met deze set aan de slag. Dan zorg dat je kleerblok E tevoorschijn haalt. En daar. Even lekker een beetje inkten. Het klopt trouwens dat hij niet helemaal gelijk is. Hè? Dus er komt een beetje kleurverschil in, maar dat is ook echt bedoeld zo. Dat zie je ook op de sticker van de beer. Even aanduwen. Tada! Nou, nu denk je, oeh, dit is niet mooi. Jawel, dat gaat echt bijtrekken. Heel vaak als je het idee hebt dat je inkt niet helemaal lekker pakt of dat hij raar doet... 24 uur later is de inkt het mooist opgenomen in het papier. Dat heeft soms gewoon even tijd nodig. Goede dingen hebben allemaal tijd nodig. Schoonmaken. En waarom doe ik het iedere keer tussendoor? Het is gewoon heel erg belangrijk dat je je stempels heel erg goed
verzorgt. Weet je, hoe beter je ze verzorgt, stel je voor dat je op een gegeven moment een bepaalde stempelset beu bent. Ben niet bang om hem te verkopen. Die dingen zijn zo ontzettend veel waard en blijven ook heel veel waard. Maar dan moet je ze wel ook goed verzorgen. Het zijn net schoenen. Hè? Als je die niet poetst, dan is er op een gegeven moment ook niks meer van over. En dat is met deze ook. We hebben dadelijk deze nodig. Oh, dat is mijn middelvinger. Deze nodig. En deze stempel. Maar die heb ik dadelijk pas nodig als ik het rondje gesneden heb. Dat ga ik dadelijk eerst doen. En dan ga ik pas... alhoewel, deze... Heb ik hier een stans voor? Als ik kan stansen, dan stans ik. Lieve mensen, ik haat het om te moeten... Ja, die heb ik. Haha. Waarom heb ik die dan geknipt? Oh nee, die heb ik niet geknipt. Dan ga ik ze wel eventjes alvast stempelen. Want als ik ermee kan stansen, dan ga ik stansen. Ik haat het knippen wel een beetje. Ik heb een mooi aarde voor. En de kleuren liggen natuurlijk helemaal onderop mijn stapel die ik hier heb liggen. Oh, daar gaat mijn standaard weer bijna. Och, wat een kluns vandaag. Ja, het is de tijd van de maand en het is te merken. Ik heb zo saffron. En daar ga ik de vlinder mee stempelen. Dat is één. En ik heb Blushing Bright. Tussendoor schoonmaken, zodat ik geen so saffron in mijn Blushing Bright heb. Ook jammer. Die ziet er ook niet meer helemaal lekker meer uit. Maar die heb ik volgens mij nog wel gewoon bij kunnen vullen. Zo. Nou ja, we doen het ermee. Hopla. En deze ook even schoonmaken. Zo. Deze mag dadelijk terug in de stempeldoos. We gaan eerst snijden. Dus met de snijmallen. Maar dan moet ik hem ook iets kleiner snijden. Want past hij niet door mijn mini. En dan doe ik nog een keer. Want dadelijk moet ik ook nog de cirkel er doorheen halen. En dat past ook niet met dat stuk papier. Ik heb hier meer dan genoeg basic white liggen. Ik denk dat mijn Schenka weg is. Of zou ze zo diep in de bubbel zitten dat ze me niet meer hoort? Nou goed, deze is in ieder geval voor jou, Machenk. De grote beer. Stans erbij. Die andere moet daar wel terug gaan plakken. Toch dat bakje nodig, hè? Deze plak ik wel even vast, want dit is echt een heel klein standje. Die gaat geheid aan het schuiven en dat wil ik niet. Zo. Ik heb wel maar één stans van het vlindertje. Dus dat moet ik even twee keer doen. Deze plak ik ook vast, want dit is een grote stans. En als hij dan rond is, dan plakt hij niet helemaal lekker. Zo. Hopla. En de vlindertjes. Of althans eentje. Tweede vlindertje doen we ook nog even. Even deze aan de kant. Het is wel heel donker geworden, maar ja, goed. Daarmee betekent niet dat hij er niet mag zijn. Hè? Zo. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie allemaal meedoen met de kaartmaakdag aanstaande zaterdag. Stampin' Up! Organiseert een heel event. Je kunt je online aanmelden. Gratis. Gratis kun je ook meedoen. En dan... Dan krijg je inlog naar een speciaal platform waar ze dan online dat event gaan houden. Want het is zaterdag World Card Making Day. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk wel iets waar Stampin' Up! Op moet inspringen. Om het allemaal draaiende te houden. Oh, ik zet hem weg, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Grapje. Ik moet natuurlijk wel
Deze. Deze zijn niet meer actueel, maar er zijn wel andere inmiddels in de catalogus die je ook kunt gebruiken. Meerdere cirkels. Even kijken of ik de goede heb. Ik heb de goede. Maar ja, wat dat er gaat. Ik gooi niet zo snel oude schoenen weg. Zomaar te zeggen. Zeker als het om stansen gaat, dan wil ik nog wel het liefste wat langer gebruiken. Dus dat is een keuze natuurlijk. Ze zijn vast ook nog wel. Stel je ze heel graag wel, hebben ze vast nog wel een demo die er misschien wel vanaf wil. Of iemand überhaupt die ze niet meer gebruikt. Dus dan kun je altijd even rondsnuffelen op internet. Hopla. Deze aan de kant. Een beetje strak afgesteld, denk ik. Hopla. Die aan de kant. Deze heb ik nu ook niet nodig. Ik ga natuurlijk nog even de Hello Baby erop stempelen. Dus daar heb ik de stempelset van. Inmiddels is mijn hele kaart van mijn stand dus bijna leeg. Ik heb het niet meer onder controle. Ze liggen hier allemaal op mijn platform. En ik mis ook stempel. Oh, tuurlijk. Goeie genade. Hier ligt die gewoon al. Oh, jongens toch. Ik moet niet te laat maken, merk ik wel. Hello baby. Blushing bright. Tada. Deze weg. En dan gaan we hem beplakken. Ik begin even met de cirkel. En ik had hier net ook grote dimensions. Daar. Wauw. Dat is 1. En dat is 2. En dat is 3. En dan deze er zo bij. Dat is me toch gezellig. Even kijken. Aan deze kant. En zo op zijn hoofd. En dan kan ik hier een klein beetje lijm doen, want dan zit hij gewoon vast op de cirkel. Terug in zijn bakje. En deze hier zo. Ik vind dit zo'n leuke beer. Ik vind hem zo heerlijk. Nou, de vlindertjes erop. Dit zou je ook met glue dots kunnen doen, hè? Overigens. Die vlinders zijn daar een mooi formaat voor. Zo, en dan deze. Hier zo. Nou, ta-ta-ta-ta. De beer op aanvraag. Gaan we nog op de basiskaart. Ik ben nog niet helemaal klaar. Zij mag hier nog op. Dan is die af. Dan heb ik wel bij deze besloten dat dit de laatste kaart was, lieve mensen. Het wordt er namelijk niet beter op dit moment. Ga je daar nog wel vertellen hoe dat ik die andere gedaan heb? En die ga ik je nog een keer in een andere live ook laten zien. Eentje waarvan ik hoop dat het internet er niet uitklapt. Dat zou fijn zijn. Zo.
Dat was kaart nummer 3. Ja, dit is niet hetzelfde als destijds natuurlijk met simpel stempelen, waar ik er 4 kaarten in een uur doorheen jaagde. Dat heette niet voor niks simpel stempelen. Dit zijn volledige projecten natuurlijk. Dit zijn een beetje de simpelere kaarten en natuurlijk het prachtige label waar Anoushka om vroeg. Wat we dus nog over hebben, wat ik niet gedaan heb, wat natuurlijk wel in de catalogus staan, is de Happier Than Happy For You kaart. Wat heb ik hier nou mee gedaan? Dit is een achtergrond van Shimmery White. Dus dat zit dat glittertje in. En de Shimmery White is heel goed nat te gebruiken. Dus ik heb ook met de paintbrushes, dus met de waterpennen, de achtergrond gemaakt samen met Balmy Blue en Per Pezzas. Die heb ik eerst gestempeld. Er zit een stempel in de stempelset. Waar ligt nou dus dit dus, hè? Dat bedoel ik. Het is heel goed dat ik ervoor gekozen heb dat het de laatste kaart was. Er zit een stempel in de stempelset, deze. Die heb ik eerst aan de onderkant gestempeld en daarna ben ik er nog met nat overheen gegaan. En dan krijg je dus een beetje dat watercolor-effect. Vervolgens heb ik de vos gestempeld, maar die heb ik ook met een watercolorpen gedaan. Dus de vos, de uil, alles wat gestempeld is, is allemaal op de Shimmering White gestempeld. Kun je super leuk mee aquarellen. Dus eerst stempelen, daarna nat maken. Dus het label uit van het Happier For You, die komt niet uit de. Kijk, hier zelfs hier ligt papier tussen. Die komt dus niet uit de set van de Forest Friends, maar die komt uit het pop-up doosje. De Pretty Pillow Box Dies. Daar zit deze in. Dat is eigenlijk een window-stans, dus dat je een gaatje kunt maken of een window kunt maken in je box. En die heb ik dus gebruikt als label. Leek me leuk. Want ze hadden in de catalogus een label gebruikt die ik dus niet heb. Dus dat geeft ook aan, wees creatief. Pak erbij wat je wel hebt en ga kijken of dat je op die manier je eigen kaart kunt vormen. Dus dit is allemaal gestempeld en vervolgens met een waterpen gewatercolord, behalve de uil, die heb ik wel zo gelaten. Nou, dan hebben we deze nog. Dit vind ik ook echt een hele leuke, omdat hij ook een variété aan technieken heeft. Wat je doet, is sowieso je stempelt eerst de achtergrond op de Basic White. De boomstam en ik wil de champignon zeggen. En de paddenstoelen, die zijn gewoon uit gekleurd papier gestanst. De twee uit Basic White, twee uit Soft Suede, Crumb Cake en nog een keer Soft Suede. En vervolgens heb ik die dus, ik zal hem iets hoger houden, met een sponge dauber, met zo'n ding zeg maar, heb ik die bewerkt. Dus dan zie je dat er een beetje diepte in zit. Dat heb ik ook met de zijkanten van de bomen gedaan. Uiteindelijk heb ik de label gemaakt met heat embossing. Met een heerlijk strikje erachter. En dit is natuurlijk een stukje designpapier. En dan heb je volledig gebruik gemaakt van de catalogus en de volledige suite daarmee. Dus kijk nou hoe leuk. Iedereen kan dit. Jij kunt dit ook. Zekerste weten. Wil je nou hier alsnog mee aan de slag? De pakketten zijn gewoon nog beschikbaar totdat de set niet meer actueel is. Dus dat betekent nog tot volgend jaar juni. Blijft die gewoon op mijn website staan en kan ik voor jou de pakketten samenstellen. Je hebt dan een pa papierpakket voor €14,50 exclusief verzendkosten. De andere twee pakketten zijn inclusief verzendkosten. Want dan kom je even uit mijn hoofd 75 en €85. Dan heb je de hele zwik. Dus inclusief de bundel of helemaal de complete suite. Zeg maar. Dan krijg je papierpakketten gratis bij. Dat is dus. De catalogus remake. De volgende is op 15 november 2022, op een dinsdag. Ik vind het wel leuk om het een beetje af te wisselen, want niet iedereen kan altijd op dezelfde dag. En ik heb nog niet besloten welke bundel ik dan ga gebruiken. Maar ik heb wel besloten dat het iets met kerst gaat worden. Want jij weet je, tegen die tijd moet iedereen toch echt zijn kerstkaart onderhand maar eens af gaan maken. Dus dan is het een idee om daar lekker mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik in ieder geval wel. Ik kan altijd wel heel hard lachen om mezelf in ieder geval. Nou, mocht je pakket willen aanschaffen, ga naar peperstap.nl/webshop. En wil je andere dingen bij me bestellen of wil je andere dingen van me weten of weet ik veel. Je bent altijd welkom. Aanstaande woensdag weer een papierplezier in een kwartier. Misschien zie ik je bij de World Cardmaking Day van Stampin' Up! Aanstaande zaterdag. En anders dan wens ik je voor nu een heel fijn weekend alvast. Het is pas donderdag, maar heel veel mensen hebben al weekend. Dank je wel, Bente. Ik vond het ook leuk dat jij erbij was en dat je genoten hebt. Van de white noise van mijn stem. Ik wens jullie een hele fijne avond en tot de volgende. Doei doei!